verzoek de griffier de getuigen binnen te leiden. Ja, prima. Goed. Goedemiddag iedereen. Ik open deze vergadering. Aan de orde is het openbaar verhoor van de heer Calon. Volgens mij spreek ik het zo goed uit. Ja. En dit... Excuus, ik ben hem even kwijt. Welkom, meneer Calon. Namens onze parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties. Wij doen onderzoek naar opzet en werking van het hele stelsel. Zeg ik nog maar eens met nadruk. En dus ook naar de incidenten die daar plaatsvinden. En daarom willen wij weten wat er is gebeurd en hoe dat kon gebeuren en wie er voor verantwoordelijk zijn. En vandaag concentreren we ons onder andere op EDES, de koepelorganisatie van de branche. En in dit verband, meneer Calon, wordt u zelf gehoord als getuige. Het openbaar verhoor vindt plaats onder Ede. U koos ervoor om de belofte af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult zeggen. Als hij even opstaat en mij nazegt, dat beloof ik. Dat beloof ik. U staat onder ede, meneer Calon. Neemt u plaats. Microfoon kan aanblijven, het hele verhoor. Meneer Bos assisteert u. Het mogen duidelijk zijn, u dient zelf antwoord te geven op de vragen van de commissie. Wij gaan beginnen met het openbaar verhoor. Een paar leden van onze commissie hebben vragen aan u, meneer Calon. En het woord is aan de heer Oskam. Ja, goed dat u er bent, meneer Calon. U bent sinds 2009 voorzitter van EDES, opvolger van de heer Van Leeuwen. En EDES is de branchevereniging van de woningcorporaties. Nou, het was geen makkelijke start, want in de periode dat u kwam kantelde een beetje het imago van de woningcorporaties door allerlei incidenten. U heeft daar zelf ook onderzoek naar gedaan. Dat rapport heet De Balans Verstoord. Er staan de bevindingen van de, nou ja, van de woningcorporaties zelf, wat er nou allemaal mis is gegaan de laatste jaren. Dat was ook een beetje ter voorbereiding op de parlementaire enquêtecommissie. Nou, incidenten zijn allemaal langsgekomen. Vestia was inderdaad de aanleiding om deze parlementaire enquête te starten. En inmiddels is er een nieuw rapport. Dat moet nog aan uw leden worden voorgelegd. Maar we hebben er wel een aantal vragen over. En dat rapport heet De Balans Herstelt. Toen u begon, toen heeft u ook een interview gegeven in de Volkskrant op 1 juni 2013... En toen heeft u gezegd, mea culpa, we hebben toch dingen niet goed gedaan. En nou, dat was misschien een hele verstandige tactische move. Kunt u ons eens uitleggen waarin de corporaties de laatste jaren hebben gefaald? Jazeker. In de eerste plaats wil ik, voordat ik antwoord op uw vraag geef, zeggen dat ik me schaam voor wat er gebeurd is. Er is heel veel verkeerd gegaan. Fraude, zelfverrijking, geknoei, megalomaan gedrag. En daarmee is heel veel geld, wat we voor de volkshuisvesting hadden kunnen inzetten, is door het putje gespoeld. En dat vind ik verschrikkelijk. Uw vraag, wat is er verkeerd gegaan? Een aantal dingen. Er is in een risicovolle vastgoedmarkt zijn er verkeerde taxaties gemaakt. Het interne toezicht heeft gefaald. Het externe toezicht heeft gefaald. Te risicovolle dingen zijn er gebeurd. Moreel kompas was niet op orde.
Er is geen eigenaarschap in de sector, waardoor, Wouter Beker schrijft daar ook iets over in zijn proefschrift, de sector te veel afgedreven is van de basis, hè, van waar ze het voor doen. Dus er is nogal wat aan de hand geweest. Ja, zoals ik u zo goed beluister, dan is het eigenlijk een complex van factoren waardoor het mis is gegaan. Nou, we willen dadelijk even op die diverse dingen die u noemt, willen we een aantal eruit lichten en daar verder op doorpraten. Een van de conclusies die Edes trok uit het rapport, en dat was frappant, omdat de heer Van Leeuwen natuurlijk een groot voorstander was van de zelfregulering, dat die zelfregulering door de sector eigenlijk onvoldoende tot wasdom is gekomen. En waarom is dat zo gegaan? Ik weet niet waarom iets gegaan is voordat het nieuwe bestuur en ook ik daarvoor verantwoordelijk was. Dus ik wil eigenlijk niet over de periode... Laten we dan even bij u zoeken. U zei, ik geloof eigenlijk niet in die zelfregulering. Nee, dat is een terecht citaat. Ik geloof er helemaal niet in. Nee. Wel in dat de sector zelf dingen doet, hè? Dus codes, benchmarkcentrum. Dus ik vind niet dat de sector niks moet doen. Ik vind dat de sector het nodige moet doen. Maar je kan niet alles aan de sector overlaten. Je hebt stok achter de deur nodig. Je kunt het vergelijken met het plaatsen van een verkeerslicht op een kruising. En daar gelijk bij zeggen, er zal nooit een politieagent langskomen of een radarpaal staan. En dan zult u zien dat er altijd iemand is, ja, die de grenzen opzoekt, eroverheen gaat. Als die niet gestraft wordt door iemand van buiten, dan vindt dat verkeerde gedrag, dat vindt navolging. Dus wij, en ook ik, vind zelfregulering als een sector die alles zelf doet, gewoon onzin. Je moet echt een externe macht hebben die ook een stok heeft om te slaan en die ook kan interveneren. Ja. Nou, is heel lang het standpunt van Edes geweest, zelfregulering. Laat ons nou onze ruimte nemen en kijken hoe we het kunnen doen. Heeft dat nou de wetgeving beïnvloed? Want er waren natuurlijk diverse ministers die wel wat wilden gaan doen en ook wel luisterden naar wat Edes vond. Heeft het nou een afremmende of juist een stimulerende werking gehad op de wetgeving of een blokkerende werking? Hoe ziet u dat? Kan ik niet beoordelen, omdat ik voor 2009 niet actief was in de sector en dus niet alle feiten en krachten ken. Ik ga daar dus ook geen oordeel over uitspreken. Ik wil u wel zeggen dat ik namens het nieuwe bestuur al in 2009, ik dacht in juni in een hoorzitting voor de Tweede Kamer, heb gezegd dat wij vonden dat zelfregulering zoals die tot dan toe gepropageerd was door Edes, dat we er afstand van namen en dat wij vonden dat er een sterke onafhankelijke toezichthouder moest komen die ook zou kunnen interveneren op het moment dat het fout dreigde te gaan. Ja. En wat moet er nog meer gebeuren volgens Edes? Nou, ik denk dat u terecht zei, het is een complex van factoren waardoor dit heeft kunnen gebeuren. En wellicht dat ik een iets langer antwoord mag geven, zo niet, dan interrupeert u mij zeker. Ja. Het stelsel op zich is, zoals Jan van der Schaar hier ook gezegd heeft, redelijk ingenieus. Dus ik geloof niet dat we het hele stelsel overhoop moeten gaan gooien. Maar we moeten wel een aantal knoppen gaan draaien. Het eigenaarschap, van wie is het eigenlijk? Dus een derde laag. Het toezicht, intern toezicht. Dat hebben wij als Edes ook gezegd in Toezicht met Byte. Document wat we gemaakt hebben om te kijken hoe kan je dat toezicht nou verbeteren. Strengere eisen aan bestuurders en aan commissarissen. Dus ook een fit and proper test door de toezichthouder uit te voeren. Het externe toezicht, weg bij het beleid. En het externe toezicht ook binnen een wettelijk kader de macht geven om te interveneren. Een professionalisering, we hebben er als Edes heel veel aan gedaan. Hè? Dus kijken van hoe je professioneel opdrachtgeverschap kan zijn. Maar ook benchmarking. Want wat we ook zien, is je hebt geen markt, je werkt niet in een markt. Dus die markt die triggert niet om al goedkoper om te gaan met je middelen. Daar moet je dus andere dingen voor verzinnen. Wij vinden dat je een benchmark-instrument in moet voeren, zodat corporaties ook aan elkaar gespiegeld worden. En mensen ook kunnen zien, hé, die doen diezelfde taak goedkoper en beter. Dus ik kan dat ook. Dus ik denk een set van maatregelen, waardoor je het stelsel nog beter krijgt dan het nu is. Goed. De meeste komen straks nog aan de orde bij mijn collega's. Even dat eigenaarschap, hoe ziet u dat nou? Ja, wat we zien is dat in het verleden is het allemaal privaat initiatief geweest. Hè? Kerken, vakbonden, notabelen. Ja. En uiteindelijk werd dat de overheid, gemeentelijke woningbouwbedrijven. Nu zitten we in het midden. We zijn geen markt, we zijn geen overheid. We zijn een private entiteit met een publiek doel. En je ziet bij de overheidskant altijd drie lagen. Een minister, een Tweede Kamer en een kiezer. En je ziet dat bij bedrijven ook. Je ziet een directeur, je ziet de Raad van Commissarissen en aandeelhouders. Dat heb je bij ons niet. Je hebt een directeur en de Raad van Commissarissen. En in mijn ogen ontbreekt daar dus iets. Moet je een derde laag hebben.
En dan kan je ook debatteren over van wie is dat geld. Er is natuurlijk heel een discussie over van wie dat geld is. Het heeft geen eigenaar. Daarmee maar is wie, het een wees. Wie zit er dan in die derde laag? Dat is een zoektocht. Ik ben daar ook nog niet over uitgedacht. Ik heb in een vorig leven bij de Rabobank die zoektocht mee mogen maken. Bij een lokale Rabobank. Dat is een coöperatie. Daar is het dus eigenlijk van de leden. Dat is de vraag wie kunnen lid zijn. Ja, ik zou denken bewoners, huurders. Dat zou mijn voorkeur hebben. Okay. Want vroeger in de verenigingsstructuur was dat wel meer. Ja, maar dat was wezenlijk anders. Daar had je eigenlijk een directeur-bestuurder en een raad van toezicht. En je had ook ja, de ledenraad. En wat je in mijn ogen niet moet hebben, is dat de ledenraad of de vereniging op de stoel van de bestuurder gaat zitten. Nee. Dus ik denk dat je een derde laag zou moeten hebben die een paar bevoegdheden heeft. Zodat de raad van commissarissen en de directie of het bestuur gewoon op gezette tijden voor die ledenraad moeten verschijnen en verantwoording af moeten leggen. Waar kun je aan denken? Welke bevoegdheden? Nou, bijvoorbeeld wel of niet goedkeuren voor binnen de voordracht voor een raad van commissarissen. Dus geen vriendjespolitiek in die raad van commissarissen. Het goedkeuren van een meerjarig beleidsplan. Dus niet de begroting, maar dan gaan we heel erg naar de vereniging en dan gaan mensen over hun eigen dorp. Ik wil graag mijn eigen dorp goed voor elkaar hebben. En hoe het over volgend jaar is of in het dorp daarnaast, interesseert me niet. Dat moeten ze niet hebben. En misschien het goedkeuren van een jaarrekening. Nou, daar moeten we dus echt naar op zoek. Hoe geven die derde laag vorm? En welke bevoegdheden krijgt die? Want die tweede laag met invloed van de bewoners of de huurders in de Raad van Commissarissen, vaak een afgevaardigde namens die club, dat is onvoldoende. Nou, ik denk dat u dan een probleem zou kunnen krijgen met de wettelijke taken en bevoegdheden van commissarissen. Commissarissen dienen maar één belang. En dat is het belang van het bedrijf of de entiteit waarin ze werken. Dus ik kan me alles voorstellen bij huurderscommissarissen, maar die kunnen dan niet meer het belang van huurders dienen. Die moeten het belang van de coöperatie dienen. En daarom ben ik niet voor die structuur. Okay. We gaan even naar het volgende. Want een van de andere analyses in het rapport is dat de publieke taak van corporaties niet helder was geformuleerd. Nou, menen wij ons te herinneren dat dat eigenlijk een bewuste keuze was, omdat in die tijd dat die zelfregulering tot stand moest komen en de brutering, dat toen ook wel is gezegd van nou, dat is misschien wel goed dat die corporaties de ruimte krijgen, want dan kunnen ze beter aansluiten bij die wisselende lokale behoeftes. In Appelscha is iets anders nodig dan in Schinopgul. Schinopgul, ja. Limburg. Ja. Dat deel ik helemaal met u. De opgave is tijd- en plaatsgebonden. Die varieert door de jaren heen. Die varieert ook op de plaats. Die zal in Oude Pekela anders zijn dan in Amsterdam. Mijn mening is dat het Rijk gewoon een heel helder speelveld moet definiëren. Stel deze tafel, hè, van welke inkomensgroepen doen we het, hoe breed doen we het. En binnen dat speelveld mag een coöperatie dan opereren. Maar niet zomaar wat ze zelf goed vindt. De volkshuisvestelijke opgave dient in onze mening door lokale democratie geformuleerd te worden. Dat kan de provincie zijn, kan de gemeente zijn, dat kan een samenwerkingsverband zijn. Maar die lui zijn gekozen, hè? Dat is de democratie. Die formuleren dan de opdracht binnen dat landelijke kader. En dat kan bijvoorbeeld zijn, ja, Amsterdam tot inkomens 45.000 en in Pekela maar tot 25.000. En ook de breedte. Maar nooit buiten het speelveld wat de landelijk door de minister en het parlement is gedefinieerd. Uniform. Okay. En daarbij hoort dan ook dat zo gauw iemand zijn voet buiten dat speelveld zet, dat de toezichthouder zich dan gedraagt, zoals Jan Pronk zich ooit naar mij gedroeg, toen ik namens gedeputeerden in het kader van de wet op de ruimtelijke ordening met hem mocht spreken. Toen zei hij, meneer Calon, dit is uw speelveld en als u uw voeten buiten zet, hak ik hem eraf. Is dat duidelijk? Zei, dat is heel helder. Maar zet jij je voet dan ook niet in mijn speelveld? Laten we dat dan helder houden. Nou, op die manier zie ik dat. Dat deed hij wel. Daar ga ik hier geen oordeel over uitspreken. Daar gaat het hier ook niet om, hè? Nee, oké. Okay. Edis is een belangenvereniging, branchevereniging. Komt op voor de belangen van leden, woningcorporaties. Zijn er ook nog andere taken? Ja, Edis doet eigenlijk drie dingen. Edis, het simpelste is gezamenlijk inkopen. Dat is gewoon efficiëntievoordelen en dat mensen goedkopere dingen kunnen krijgen. Het tweede is technische voorlichting. Moet u denken aan asbest, handboek, professioneel opdrachtgeverschap, integriteit. En het derde is lobby, politieke lobby. Dat zijn eigenlijk de drie taken die Edis heeft voor haar leden. Dus het is echt een belangenbehartigingsorganisatie. Het is dus geen koepel, het is meer een moderne brancheorganisatie. Ja. Het is geen toezichthouder? Nee, Edis is geen toezichthouder. Nee. Nee. Daar heeft Edis het apparaat niet voor. Dus daar hebben wij de mensen niet voor in huis. Dat is één. En twee, daar hebben we de macht ook niet voor. En drie,
Het zou ook een beetje raar zijn, leden die ons betalen via contributie, dat je die moet gaan bestraffen. Dus Edis is geen toezichthouder. Ja, de vraag is of het raar is. We hoeven daar geen discussie over te voeren. Maar als ik even kijk naar de wereld van betaald voetbal, dan heb je die coaches betaald voetbal. Die zijn allemaal lid van die vereniging. Die betalen contributie en die club die behartigt de belangen. Maar als nou een trainer uit de bocht vliegt, dan zegt die club ook, je brengt ons in diskrediet. En dat is ook waar wij naar op zoek zijn bij Edis. Is dat er natuurlijk een aantal corporaties uit de bocht vliegen. Waarvan u zegt, ja, het interne toezicht was niet goed, het externe toezicht niet goed. Nou ja, een complex van factoren. Waarbij wij dan denken van nou, Edis die heeft wel de overall view. He, die weet wat er speelt in dat land. En die heeft ook gezag. Zou je dan niet iets willen? Het is er nu niet. Hè? U zegt, we hebben de tools niet. Maar zou u dan niet een soort tuchtspraak of arbitrage of toch een soort van toezichthoudende rol op die corporaties willen hebben? Dat zijn veel vragen. Ik zal proberen ze allen te beantwoorden. Kijk, Edis is geen voetbalvereniging. Nee. Daar kunnen we ons niet mee vergelijken. Wij hebben een publieke taak. Edis doet natuurlijk wel wat. Leden die zich niet aan de code houden, aan de regels die wij zelf met elkaar hebben afgesproken, worden geschorst en vervolgens geëxcommuniceerd. Dus die mogen geen lid meer zijn. Ik geloof dat sinds 2010 een veertiental leden lid afgemaakt zijn, omdat ze zich niet aan de regels hielden. Vind je nu dat je naar een tuchtrechtspraak moet, zoals dat in andere sectoren het geval is? Ik heb daar grote twijfels bij. Als we even naar de geschiedenis gaan en we kijken naar de voorgangers van Edis, de Nationale Woningraad NCIV, dan zag je dat daar in totaal zo'n 1300 mensen werkten. Ja, er is ontzettend veel volk aan het werk, die konden dat allemaal nagaan. Kostte ook heel veel geld. De Edis van tegenwoordig is 75 mensen. En ik vraag me ook af of je dat tuchtrecht of dat toezicht in die organisatie moet leggen. Ik zou heel erg voorstander van zijn, en dat dragen we ook uit, dat die vereniging wel codes heeft, mores heeft, dat ze die ook handhaaft. Hè? Mensen eruit gooit als ze zich niet aan houden. Maar ja, dat het toezicht toch extern geregeld wordt. Daar zou ik toch voor kiezen. Okay. Nou, we gaan er dadelijk even over doorpraten. Even nog over het Waarborgfonds. Hè. In het verleden had Edis een rol bij de borging en bij het bestuur van het Waarborgfonds. Of in ieder geval toezicht op het Waarborgfonds. Hoe ziet u dat? Dat is veranderd. Meneer Verleeuwen was nog commissaris bij het Waarborgfonds, u niet meer? Ja, nou wij hadden als Edis geen toezicht bij borging en ook niet geen toezicht op het Waarborgfonds. Wij hadden de bindende voordracht van twee commissarissen. En de voorzitter van Edis was QQ, lid van de Raad van Commissarissen van WSW. Vanuit de historie begrijpelijk, hè, want het is opgericht door de voorgangers van Edis, van en voor de sector. Ja. Maar ik vind in de moderne governance, en ik heb daar ook zelf mijn consequenties uitgetrokken, er moet de voorzitter van Edis niet deel uitmaken van de Raad van Commissarissen. En dan moet Edis ook niet zeggen van wij moeten daar zitten. Dan moet Edis een relatie hebben met het bestuur van het Waarborgfonds. En dan kan dus het bestuur advies geven over een profielschets. Maar ze moet daar niet zelf gaan zitten en ook mensen aanwijzen. Nou, daar zijn we ook in overleg. Want het Waarborgfonds heeft ook een deelnemersraad. Hoe gaat dat nou geregeld worden? Maar ik heb in ieder geval met instemming van mijn bestuur overigens de consequenties getrokken. Bij de herbenoeming gewoon geen lid meer van de Raad van Commissaris van het WSW. Waar we ook benieuwd naar zijn is hoe Edis omgaat met diversiteit van haar leden. Want je hebt natuurlijk hele grote corporaties, hele kleine corporaties, corporaties met stedelijke belangen, rurale belangen, regionale belangen, soms maar een paar huizen in een dorp. Ja. Hoe doen jullie dat? Dat is een heel open vraag, dus daar kan ik heel veel antwoorden op geven. Ja, maar we kijken zelf waar we de regie leggen. Ja, oké. Nou, dan zal ik een breed antwoord geven. Als het in stemverhoudingen gaat, hebben we de zaken aangepast. Dus als het over personen gaat, de voorzitter, is het gewoon one man, one vote. Dus het kleinste lid van ons, 65 verhuureenheden, heeft net zoveel macht als de grootste. 80.000 verhuureenheden, IJmere. En inmiddels ook Vestia weer lid, dus zal nog 90.000 hebben. Als het gaat om hele strategische dingen, statutenveranderingen en zo, hebben we gewogen stemming. Als het gaat over belangenbehartiging, dan is er wel een verschil in 2009 te zien. U ziet dat tot 2009 Edis eigenlijk een koepelorganisatie was. Dat was ook logisch vanuit de NWR en NCIV. We hebben 2009 gezegd, nee, daar houden we gewoon mee op. Dat is te duur, dat is ook niet effectief. Wat wij gaan doen
is belangen behartigen die voor iedereen gelden. We hebben ook een strategische agenda gemaakt. Er staan ook niet een waslijst van punten op. Er staan maar 5 tot 7 punten op. Daar hebben we ook van afgesproken. Iedereen wil altijd meer. Dat is allemaal prima tot je dienst. Maar als jij een punt erop wil als congres, want die zijn de baas, de leden, gaat er ook één af. Dus dan krijg je niet zo'n uitdijend apparaat. En voor de rest moeten die deelbelangen zichzelf redden. Daar kunnen wij wel ondersteunen. Dat doen wij dus ook. Dus heel goed contact met de vernieuwde stad, met Kansas, de studentenhuisvesters, met de zorgclubs. Ja, en soms als het een heel klein belangetje is, dan sturen we daar ook gewoon een rekening voor. Dus dat is, die houding van belangenbehartigingsorganisatie is echt veel moderner geworden. En ook veel goedkoper. Ja, en hoe is de organisatie gaat nu? Hoeveel? Wij hebben steeds minder leden, maar dat is ook logisch, want er komen er minder. Hè? Ik dacht in 2009 dat er nog meer dan 500 waren en inmiddels zijn er nog maar 370. Maar qua huizen die wij vertegenwoordigen zijn we gestegen sinds 2010. Dus de hoeveelheid huizen die wij, verhuureenheden heet dat in het jargon, hè, die wij vertegenwoordigen, dat ligt nu op 96%. En dat komt van, nou, ik dacht onder de 90. Dus we zijn weer gestegen de laatste jaren. Als ik zeg, hoeveel procent van de corporaties is lid? Ik denk dat aan corporatiezijde 93% en die vertegenwoordigen 5 tot 97% van het aantal verhuureenheden. Nou, u kwam, dat is mijn laatste vraag. U kwam net zelf al met het woord koepels. En u zei, ja, tot 2009 leek het wel een beetje op een koepel. Dat is niet zo gek, want Van Leeuwen was uw voorganger en die kwam eigenlijk ook uit die koepelwereld. Hè? Hij zat ook eerst bij het NCIV voordat hij bij Edis kwam. Nou, was Moerkamp hier de eerste dag, de heer Moerkamp. En die zei van, ja, eigenlijk hadden die koepels vroeger veel meer gezag dan Edis op dit moment. Want ze waren gewoon de baas van de corporaties. En hij zegt, en daar mankeert het toch een beetje aan, dat Edis toch te weinig over die corporaties te zeggen heeft. Herkent u dat? Vindt u dat zelf ook? Of? Nou, dat laatste herken ik niet. Dat eerste wel. Kijk, er moet zich realiseren dat de Nationale Woningraad en de NCIV, het was in de tijd van Arnold Moerkamp, die hadden zo'n 1300 mensen in dienst. Die hadden eigen adviesbureaus, weet ik wat die allemaal hadden, bedrijven. Er was toch verzuiling, daar kwamen we uit. Er was een zekere gezagsbusiness. Die koepels waren helemaal verweven met die sector. Ik heb me wel verhalen laten vertellen dat dan de voorzitter voorreed en zei van, jij deugt niet, weg ermee. En dat het dan ook gebeurde. Ja, we zijn nu natuurlijk 30 jaar later. En de verhoudingen in de maatschappij zijn heel anders. Edis is een brancheorganisatie. Het is niet zo dat Edis geen gezag meer heeft. Het is zo dat sinds 2009... De corporatiewereld toch wel met één mond spreekt. Wat je tot die tijd zag, is toch wel op een hazendrafje, laat ik het maar zo zeggen. De vernieuwde stad naar Den Haag, Pietje naar Den Haag, Jantje naar Den Haag, iedereen naar Den Haag. Ja, we hebben het omgedraaid. Wij doen dat in ledenbijeenkomsten, op open fora en gewoon in het congres, agendeerde standpunten. Dus iedereen kan ook zijn mening geven. En ja, laat ik het even afkloppen. Maar tot nog toe zien we dat de leden daar achter staan en niet allemaal weer alle kanten opvliegen. Dus Edis heeft wel degelijk gezag. Maar anders dan in het verleden. We gaan meteen door. Het woord is aan de heer Mulder. Ja, voorzitter, dank. De publieke sector over de corporatiesector gaat voor een deel ook over de salarissen. Bij uw aantreden als voorzitter van Edis zou u afhankelijk 2 ton gaan verdienen voor een 3-daagse werkweek, een zogenaamde management fee. Was het salarisaanbod dat u van Edis kreeg representatief voor de sector? Ja. En was het volgens de adviesregeling ISBOUT, zeg maar de eigen richtlijn van de sector? Formeel niet, omdat die over corporaties ging. En die werden beoordeeld op hoeveelheden huizen en ingewikkeldheid van opgaven. Maar het maximum van de ISBOUT-sector was 252.000 euro in vaste dienst. Dat lag boven wat mij geboden werd als management fee. Ja, de ISBOUT-regeling was maximaal 252.000 voor een 5-daagse werkweek. Klopt. En 150.000, nee, 2 ton voor een 3-daagse werkweek zit daar dan toch boven? Ja, maar als u daar de sociale premies, want dat was een bruto-bruto verhaal, als u dat omrekent, dan komt u voor een vergelijking ongeveer op 143.000, 144.000 euro. Dus het was heel goed te vergelijken met de code die toen gold. Was u verbaasd dat u dit bedrag aangeboden kreeg? Ja, ik zei dat in eerste instantie dat is hoger dan de balken en de norm. Toen zei de werkgever, dit is in de ledenraad geweest. Wij hebben ook onderzocht hoe het zit. Een hey advies en het voldoet ook aan de code. Even voor de goede orde. Ik wist niet
wat ik ging verdienen toen ik mee ging doen in die sollicitatie. Ik ben daaraan mee gaan doen omdat ik het interessant en leuk werk vond. En hun zeiden, nee, het voldoet precies aan de code. Nou, klaar. U vond het eigenlijk te hoog, maar het voldeed aan de code. Ik was verbaasd. En zij zeiden, we hebben uitvoerig onderzoek gedaan. Nou, we hebben kennis van genomen later. Het voldoet aan de code. Nou, klaar. U heeft niet gedacht, laat ik dan iets minder vragen van, joh. Nee, heb ik niet gedacht, nee. Ik heb hun gevraagd wat hun verantwoording was. Die hebben ze gegeven. Daarvan was voor mij de kous af. Helder. Op 9 april 2009 spreekt de Kamer, de Tweede Kamer, over de vertrekpremie van uw voorganger. We hebben het vanochtend of vanmiddag over gehad met de heer Van Leeuwen. En over uw salaris. En er leeft een verontwaardiging. En dan volgt er een gesprek met minister Van der Laan, de toenmalige minister. Ja. Wie nam het initiatief voor dat gesprek? Ik. Waar vond dat gesprek plaats? Op het ministerie. Ik zat op een aandeelhoudersvergadering van Essent. Daar was ik namens de provincie de aandeelhouder. En sprak ik met een paar mensen. En iemand zei tegen mij, jij moet die minister bellen. En dat heb ik gedaan op... ik weet die data omdat de 18e mijn zoon jarig is. Dus dat is makkelijk te onthouden. Dat was een zaterdag. De donderdag, dus dat was de 16e. Aan het einde van die vergadering heb ik het ministerie gebeld. Ik zeg van, nou, er is een hoop gedonder over het salaris. En ik wil graag met de minister praten. Nou, dat kwam goed uit, want hij wilde ook contact met mij. Dus we hebben nog diezelfde middag een afspraak gemaakt. Toen had hij een afspraak op het ministerie. Ja. En wat zei de minister tegen u? Toen ik daar binnenkwam, kwam ik eerst Jacqueline Kramer tegen. Die ik kende vanuit mijn werk als gedeputeerde. Die mij feliciteerde. Ik zei, nou, wacht dan maar even, want ik weet niet zeker of het gaat doen. Ik heb aan de minister gevraagd of hij het wel productief vond dat ik het ging doen. Ik had daar zelf inmiddels twijfels over. Hij vond het heel goed dat ik het zou gaan doen. Dan heb ik tegen de minister gezegd, wat vind jij dan redelijk dat ik ga verdienen? Toen heeft hij gezegd, jij moet je aan de code houden en jij moet in vaste dienst. En dat was 150.000 euro, vaste dienst. Nou, dat gesprek heeft anderhalf uur geduurd. Hij heeft zitten roken op de wc op zijn kamer. Wij hebben zitten praten over de volkshuisvesting. En toen hij zei van dit, heb ik gezegd, ja, ik ga er zelf niet over. De werkgever gaat erover. Dus dan gaan we even de Raad van Commissarissen bellen of die het ermee eens zijn. En zo is het gegaan. Klinkt alsof dat in een goede sfeer is verlopen, dat gesprek. Nou, ik kwam daar binnen en hij was wel enthousiast dat ik voorzitter werd. Ik weet nog dat hij zei, we gaan samen die sector aanpakken. Toen zei ik, nou, ik zag was voor eerst dat ik hem zag. Ik zei, nou, ik weet niet of het wel verstandig is dat ik het ga doen. Daar wil ik eerst jouw mening over horen. En daarna ging het over het salaris? Ja. En was hij toen heel duidelijk erin? Of? Hij was daar heel helder in. Ja? Weet u nog zijn directe bewoordingen? Ja, hij zei gewoon... 150.000 euro in vaste dienst. En ik weet nog dat ik toen zei, Eberhard, dan hebben we een probleem bij, als het arbeidscontract afgelopen is, al het gesodemieter met Willem van Leeuwen. Die zit dan schrijven ook gelijk op dat als ik ophoud, tussendoor of aan het eind, dat ik geen beëindigingsvergoeding krijg. Dat hebben we dus ook vastgelegd. Ja. Daar is ook een persbericht over uitgegeven. Er zijn twee kamerbrieven over verschenen. Okay. Hield in de secte alle corporaties zich aan de zogeheten Isebout adviesregeling? Nee. En waarom was dat niet? Dat weet ik niet. Ik weet wel dat mijn eerste congres... het verkiezingscongres was natuurlijk mijn eerste congres... maar in de herfst, ik weet niet precies de datum meer hoor. Maar toen hebben we gezegd... en misschien was het ook wel in de zomer... dat zou ik allemaal na moeten gaan. Maar wij hebben toen gezegd... ja jongens, dat vond ook het nieuwe bestuur... als we regels hebben, moeten we ons eraan houden. Dus we gaan kijken of men zich eraan houdt. Daar kwam uit, dat weet ik nog vrij zeker... dat zo'n 25%, misschien was het 27% van de nieuwe benoemingen van het laatste jaar, hè, hield zich niet aan de regels. Ja, toen hebben wij gezegd, het was ook samen met de VTW, Heino van Essen, we zeiden, dat kan niet. Dan gaan of die regels die donderen in de prullenbak, of men houdt zich aan de regels. Toen hebben we ook afgesproken met de VTW dat we een nieuwe beloningscode op zouden stellen, dus die Isebout-code gaan vervangen, en dat die ook dwingend zou zijn. Dat is ook gebeurd, die code is in 2010 ergens ingegaan. Het kost even tijd, hè, voor het overleg. En naar mijn beste weten is er niet één benoeming van na de ingangsdatum van die nieuwe code die buiten die code lag. Wat je nog wel had, waren benoemingen die al daarvoor waren gedaan. Dus bestaande gevallen die te hoog waren. Dus eigenlijk zegt u, in mijn periode als voorzitter heb ik de leden daarop aangesproken. En vervolgens zijn alle nieuw benoemde directeuren hebben zich aan de norm gehouden. Ik wil die eer niet naar Calon toe halen. Er was een nieuw bestuur. Er was nogal wat gebeurd in Edes. 12 corporatiedirecteuren. Wij met z'n 13e hebben
bepaalde standpunten ingenomen, aan het congres voorgelegd. Bij ons werkte het dus zo dat niet de voorzitter of bestuur even de baas is. Het congres is de baas, daar zitten de leden. We hebben samen met de VTW gedaan en we hebben toen in 2010 gezegd, dit is de code, daar hou je je aan. En als je een uitzondering wil, dan hebben we daar een commissie voor, dan kan je uitzondering aanvragen. Er is niet één uitzondering aangevraagd in die tijd. Helder. Dan is er vanaf 1 januari dit jaar een ministeriële regeling gebaseerd op de wet normering topinkomens. Die geldt nu voor de sector. En volgens uw brief van 18 november 2009 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt u dat woningcorporaties private ondernemingen zijn en niet moeten vallen onder deze wet normering topinkomens. En u pleit voor het verplicht stellen van de zogeheten isebout-regeling. Waarom nam u dat standpunt in? Omdat dat toen standpunt van de vereniging was. Dat was overigens ook het standpunt van de politiek. Dat was toen de commissie Dijkstal, Weil en Hans Dijkstal. Die hadden advies gegeven over de beloning in de publieke sector en semi-publieke sector. En die deelde corporaties in, en dat is even jargon, onder de B-categorie. Dus niet de publieke sector. Daar sloten wij bij aan. Dus wij zeiden, dat lijkt ons een goed advies, doe dat maar zo. Ja, dat was niet zozeer de politiek, dat was de commissie Dijkstal die dat vond. En de politiek vond iets anders. De politiek vond later iets anders, het is nogal lang blijven liggen. Onze gevoel was de commissie Dijkstal, samengesteld uit mensen uit de Tweede Kamer en deskundigen. Toch een representant van de politiek. Volgens de notitie van Edes, de balans hersteld, deel 1, maart 2014, is de mening verdeeld onder Edes-leden over deze norm. Wat zijn nou de motieven van de tegenstanders van deze wet normering topinkomens? Nou, dat zou ik niet exact weten. Ik weet wel dat wij in het bestuur nog een debat hebben gehad. Want u refereert nu aan een document uit 2014, dat is redelijk onlangs. Waarbij wij in het bestuur gezegd hebben, je moet eigenlijk af, vergeef me directe taalgebruik, van een gesodemieter van die oude benoemingen. Dus eigenlijk moet je binnen een jaar op die WNT-norm zitten. We hadden op een gegeven moment gezegd, balken en norm, dat vond ik zelf ook. Dat kunt u nakijken in het interview van 18 april 2009 op Nova. Daar werden we ingehaald door de WNT. En de waren mensen in de sector zeiden, je moet gewoon nu schoon schip maken. Dus al die oude benoemingen moeten daaronder. En dan zijn er mensen die zeggen, ja hallo, maar mijn contract is tot stand gekomen in een andere tijd, in een ander perspectief. En ik heb verplichtingen en ik vind het niet meer dan redelijk dat die verplichtingen gevolgd blijven worden. Nou, dat is een legitiem argument. Wij hebben het bestuur het debat ook gehad. En uiteindelijk hebben we in het bestuur gezegd, we volgen de WNT. Want de wetgever heeft dezelfde debat gehad van gaan we nou in één keer afhakken die handel. Of maken een overgangsperiode in, 4+3 jaar. Dus ik denk dat de tegenstanders, die zaten vooral op die toer. Niet zozeer van dat de WNT of de balkenende de top moest zijn. Dat was het debat niet meer. Want mijn vraag is, maar eigenlijk geeft u er antwoord op. Wat is nou de reden dat mensen die dus voor de wet dat salaris kregen niet willen afbouwen? En u zegt dat zijn verplichtingen. Ja, mensen zeggen het was in een andere tijd. Het zijn verplichtingen van die ik ben aangegaan. Je kan niet zomaar die zaak veranderen. Nou, er zijn een heel scala van argumenten. En u zegt dat gesodemieten moet af zijn, maar u krijgt die mensen niet, ik noem het maar, in het gelid. Wij kregen die nieuwe benoemde mensen wel in het gelid. Ja, ja, want met permissie, sinds de ingangsdatum van de nieuwe beloningscode, voldoen alle benoemingen bij mijn weten. En ik weet niet alles, hè. Het kan ergens nog iets zijn wat ik niet weet, maar bij ons weten, bij Edes, allemaal aan die norm. Dan zit je nog met het bestaande gevallen. Ja. Ja, de wetgever heeft ook gezegd, die hebben een recht op een afbouwperiode. Daar hebben wij ons bij aangesloten, Zeders. En die neemt verder geen poging meer om zeg maar de bestaande gevallen? Nee, je kan wel al gaan zeggen, jij moet naar beneden, maar je hebt geen podium op bestaan. Maar ze vallen binnen de wet, ze vallen binnen de code. Dus ja, je kan wel blaffen, maar je kan niet bijten. En een beroep op een moreel kompas heeft dan niet zoveel zin? Nou, dat bedoel ik. Je kan wel morele dingen doen, maar als mensen hun middelvinger opsteken en zeggen, ik hou me er niet aan, kan je verder niks. Dus dat is niet effectief. En wij hebben vaak genoeg uitgedragen van die beloningen moeten gematigd worden. Jongens, dat kan zo niet meer. Dus eigenlijk behaalt u ervan dat ze nog steeds dat salaris hebben, maar je kunt er niks aan doen? Het zijn uw woorden. Ik zeg, die mensen met die oude contracten, die hebben in die tijd een contract gekregen van hun werkgever. Die vielen toen onder de normen. Die hebben alle redenen om dat niet af te bouwen. Daar treed ik niet in, hun redenen. Het zijn hun redenen. Edes is heel helder geweest. Er komt een nieuwe code. Die is verplicht. Daar moet je aan voldoen. De wetgever is ook helder geweest.
Die heeft een behandeling in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer gezegd, het is een afbouw van 4 en 3, daar sluiten wij ons bij aan. En dan, u heeft op 7 juni in het Financiële Dagblad gezegd, eigenlijk moeten de beloningen voor commissaris omhoog. Dus zeg maar de interne toezichthouder van corporaties. Waarom pleit u hiervoor? Omdat ik die vraag krijg, wat vind je daarvan? Het was niet mijn vooropgezet doel om daar nou eens even een nummertje te gaan maken. Maar die mensen zeiden, wat vind je eigenlijk van toezichthouders? Want er is veel gedoe over die toezichthouders. Ik zei, nou, ik vind dat die toezichthouders meer tijd moeten krijgen om hun werk te doen. Als die 5% van de tijd krijgen van een bestuurder. En Dick Tommel heeft het hier ook gezegd, maar dat was voordat ik het interview deed. Dus, nou ja, ik bedoel, ik had het niet van hem. Dan heb je een dag in de maand om zo'n entiteit te controleren. Dat is voor een grote corporatie is veel te weinig. Dat is één. En twee, je zit in concurrentie met het bedrijfsleven. Dus we zien ook gewoon commissarissen. De vijver waaruit we kunnen vissen, wordt kleiner. En toen zei hij, als je meer tijd hebt, dan moet de beloning ook omhoog. Ik zei, ja, dat klopt. Zo is het gegaan. Kijk naar collega Groot. Dan komen we bij, ja, u haalt het zelf aan, het toezicht, het interne toezicht. Edis heeft ook het rapport toezicht met Byte uitgebracht in 2012. En daarin constateert Edis of u dat het interne toezicht binnen corporaties te weinig Byte heeft. En eigenlijk is dat niet nieuw, want in de jaren daarvoor heeft bijvoorbeeld het Centraal Fonds dat ook al gezegd. Ja. En bijvoorbeeld in een rapport van 2003. En onze vraag is nu, waarom gaat het nu wel lukken om het interne toezicht op orde te krijgen? Nou, we hebben een paar dingen gezegd. Dat rapport kent u, hè? Dus dat ga ik niet allemaal zeggen. Maar we hebben een paar dingen gezegd. We hebben eerst de vraag gesteld, wil je eigenlijk nog wel solidariteit in de sector? Dus als coöperatie garant voor elkaar staan. Dat is een hele wezenlijke vraag. Maar als je dat niet wil, kan je ook gewoon naar een marktmodel toe gaan. Dus dan, als je dan loopt te knoeien, dan ga je gewoon failliet. Is het geld weg. Hè? Dan traint je markt jou wel. Het geld is wel weg. Je hebt wel hogere kosten. Dus die eerste vraag is heel wezenlijk. Daar heeft volgens het congres op gezegd, wij willen wel die solidariteit. Ja, dat hebben wij gezegd. Dan is er dus een zekere, en dat zie je ook in de balans verstoord, en toen ze met een moral hazard. Maar je staat garant voor elkaar. Dus er is een risico dat mensen risico's gaan nemen en niet direct afgestraft worden. Dus je toezicht moet scherper en je toezicht moet ook kunnen interveneren. En je moet niet achteraf toezicht houden, als het over de externe toezichthouder gaat. Kom. En ook niet op vermogen, want bedrijven, corporaties, entiteiten gaan zelden failliet door te weinig vermogen. Ze gaan bijna altijd failliet door te weinig liquiditeit. Kastromen. Dus controleer op kastromen, controleer tijdens de rit. Zorg voor een wettelijk kader waarbinnen die toezichthouder zelfstandig kan interveneren. En als het over die bestuurders gaat en die toezichthouders, ja, dan vinden wij dat daar eisen aan gesteld moeten worden. Een fit and proper test. Die moeten gewoon bekwaam zijn. En niet alleen de nieuwe, maar ook de zittende. Dus plat gezegd, examen doen. Dat is wat de minister onlangs heeft voorgesteld? Ja, dat is op ons voorstel. De minister heeft eerst een brief geschreven aan de Kamer dat hij dat niks vond en dat de sector het zelf maar moest doen. U weet ongetwijfeld dat wij vorige zomer nogal hebben zitten discussiëren met het kabinet en nogal gedrukt hebben op deze fit and proper test. Dat vinden we heel belangrijk. En mijn vraag was, gaat het nu wel lukken om het interne toezicht een belangrijke rol te laten spelen? Ik denk dat het beter gaat worden. Als uw vraag zou zijn, is er dan nooit meer een incident? Dat kan ik niet garanderen met geen enkel systeem. Dus het gaat beter worden? Daar ben ik wel van overtuigd. U had het ook over het externe toezicht. We hadden hier eerder op de dag de heer Van Leeuwen. En die was er eigenlijk tegen om het Centraal Fonds meer bevoegdheden te geven. Maar u pleit juist voor meer toezicht. Is dat nou een breuk met het verleden dat u hiermee wil bereiken? Ik pleit niet voor meer toezicht. Ik pleit voor beter toezicht en ik pleit voor extern toezicht. En dat doe ik niet nu, dat deed ik in 2009 ook al. Je moet niet de slager zijn eigen vlees laten keuren. Je moet een toezichthouder erbuiten hebben, onafhankelijk. Hè, zoals Jan van der Schaar of iemand anders hier zei, binnen een vooraf vastgesteld wettelijk kader. Zodat die toezichthouder gewoon onafhankelijk kan ingrijpen. Als hij of zij denkt, dit is foute boel. Het moet echt. Dat vinden wij al jarenlang. En dat schoot gewoon de sector op. Maar is dat een breuk met het beleid dat er was onder uw voorganger? Dat is een ander standpunt. Ja, dat is een ander standpunt. Ja, ja, dus een breuk. Toezicht met Byte gaat niet over het zogeheten volkshuisvestelijk toezicht. Zeg maar toezicht op de. Ja, waarom is dat? Nou, het is daar algemeen gesteld. Wij hebben in dat rapport gezegd, en daar kan je heel veel over discussiëren. Je moet eigenlijk het financiële toezicht en het volkshuisvestelijke toezicht
Zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid moet je uit elkaar trekken. Twin Peaks model. Want in mijn woorden, het is onparlementair gezegd en ondiplomatiek, het moet niet te klef worden. Dus dat financiële toezicht moet niet beïnvloed worden door volkshuisvestelijke gewenste dingen. Dus haal het uit elkaar. Dus een tweede argument om dat te doen. Financiële criteria, die zijn all over de wereld zijn die hetzelfde. Die zijn ook redelijk digitaal. Loan to value, ICR, solvabiliteit. Daar hoef je eigenlijk niet over te discussiëren. Dat is redelijk digitaal. Je zit eronder of je zit erboven. Mm-hmm. Dat varieert niet van Pekela naar Amsterdam. Terwijl volkshuisvesting, volkshuisvestelijke prestaties, die variëren wel in tijd en plaats. Er zijn eigenlijk twee redenen om dat te scheiden. Het volkshuisvestelijk toezicht moet je ook in een aparte entiteit doen. Die moet dus ook autonoom in kunnen interveneren. Maar die zou gescheiden van het beleid, nadrukkelijk gescheiden van het beleid, best op het ministerie plaats kunnen vinden waar ook volkshuisvesting zit. Je kan ook. Maar waarom stond dat niet in het rapport van Edes? Omdat wij hebben gezegd, wij willen een Twin Peaks model, een scheiding. En dat moet je verder uitwerken. Dus dit rapport was echt van, kijk nou eens even wat er gebeurd is. Toezicht, hoe we het stelsel gebouwd hebben. Dit is dus een uitwerking. Als u aan mij zou vragen, is het nou heel fundamentalistisch zo en niet anders? Nou, er zijn andere, ook weldenkende mensen die zeggen, je kan één onafhankelijke toezichthouder maken. Jeroen, ik maak ze binnen een wettelijk kader. En dit is de volkshuisvestelijke kamer en dit is de financiële kamer. En die beïnvloeden elkaar niet. Dat zou ook kunnen. Wat belangrijk is, is dat dit digitaal is. Ook hangt onder een entiteit of ingebed is in een club die verstand heeft van financiën. En het andere is, zegt u, lokaal gebonden. Nou, het andere houdt meer rekening met lokaal gebonden. Maar je kunt daar meer rekening. Helder. Ik begrijp wat u zegt. Ik zeg niet lokaal gebonden. Ik heb het verstaan. Over het volkshuisvestelijk toezicht concludeert de Algemene Rekenkamer. En dat was begin deze maand, op 3 juni. Vlak voordat deze enquête begon met de openbare verhoren. Dat dit toezicht de afgelopen 20 jaar afwachtend en onvolledig was. Het volkshuisvestelijk toezicht. Herkent u dat beeld van de Algemene Rekenkamer? Nou, ik kan alleen maar oordelen over de laatste 5 jaar. Ik ben sinds 2009 bij Edes, dus ik ga geen oordeel geven over al die jaren daarvoor. De laatste 5 jaar? Ja, vind ik wel, ja. En waar zit dat in? Ik weet niet wat de oorzaak daarvan is. Maar het zou kunnen zijn, en u hebt er al veel mensen over horen spreken, hier aan deze tafel, dat het toch heel dicht op beleid zit. Ministerie. En dat dat beleid ook heel erg volatiel is. De ene keer willen we dit, de andere keer willen we dat. En het wat je moet doen als corporatie is ook niet heel strak omschreven. Het is niet zo, jij gaat nu de komende 5 jaar daar 500 woningen bouwen in die prijsklasse. En dan gaan we na 5 jaar kijken of jij dat gedaan hebt. Hè? Zo is het niet geformuleerd. Maar wat vindt u ervan dat het toezicht afwachtend is volgens de Algemene Rekenkamer? Dat vind ik jammer. Jammer? Ja. Zou beter moeten. Ja. Want ook al zijn er geen incidenten, excuseer mij dat ik u interrupeer, maar ook al zouden er geen incidenten zijn, dan nog kan het zijn dat we het volkshuisvestelijk vermogen niet effectief genoeg inzetten. En dat zou je dus inzichtelijk kunnen maken als dat toezicht beter zou zijn. Ja. En wij proberen dat inzichtelijk te maken door die benchmark goed strak te organiseren. Corporaties ontvangen jaarlijks een zogeheten oordeelsbrief van het ministerie. Wat is de waarde van die oordeelsbrieven volgens u? Ja. Kijk, als je natuurlijk bij Vestia ziet dat ze een fantastische oordeelsbrief krijgen en vervolgens die tent bijna failliet, sorry dat ik het zo hard zeg, dan kun je in dat geval niet erg veel waarde hechten aan die oordeelsbrief. Nee. Marcel van Dam heeft hier een paar regels voor gelezen uit die oordeelsbrief. Ja, is natuurlijk tamelijk shocking eigenlijk. Mag ik iets laten zien wat misschien ook tamelijk shocking is? Ik heb hier de voorpagina van het Edes magazine uit 2010. Daar staat hier iemand die krijgt een oordeelsbrief. Ik denk aan dat men iemand bedoelt. Ik kan u wel een kopie even laten bezorgen van deze foto. Dan krijgt hier iemand een oordeelsbrief, wellicht iemand van een corporatie. En dan een paar pagina's later gebeurt er dit met die oordeelsbrief. Dat staat in het Edes magazine. Herkent u deze?
Nee. Maar krijgt u een kopie van? Nee, maar ik geloof u direct. Ja. Wat is uw vraag? Ja, wat betekent dit nou? Ja, ik moet zeggen, ik ken deze man niet. Er staan heel veel mensen die in de Edis magazine komen. Mm-hmm. Ik kan u wel zeggen dat debat hebben binnen Edis ook gehad. Edis magazine is niet de Pravda. Het bestuur van Edis, of de voorzitter van Edis, gaat er niet over wie er in Edis magazine komen, wat daar gezegd wordt. Dat heeft al tot rare situaties geleid. Namelijk dat de minister iets zei in Edis magazine, dat ik gebeld werd door een hoge ambtenaar. En die zei, hoe kan je dat nou toestaan? Ik zei, sorry joh. Dat is toch een beetje de cultuur in Edis tegenwoordig. Wij bemoeien ons niet met wat er in Edis magazine komt. Dus ik zou deze meneer opbellen en vragen wat hij daar bedoeld heeft. Heeft u dat gedaan? Ik niet. Nee, het is me eigenlijk niet eens opgevallen. Nee, het is wel in uw tijd dat hij voorzitter was. Ja, klopt. Dus u zou hem niet, als u hem zou hebben gebeld, had u dat gedaan? Ja, het is me niet opgevallen. Ik ga er niet over wat in Edis magazine komt. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben er ook wel een beetje verbaasd over. Ja, want de vraag die wij hebben, hoe moeten we dit beeld nou interpreteren, een verscheurde oordeelsbrief? Ja, dat is natuurlijk niet erg chic wat hij daar doet. Niet erg chic? Nee. Okay. Je zou kunnen zeggen, maar dan haal ik mezelf in een eerder verhoor, hij heeft puntje puntje aan de oordeelsbrief. Ja, dat is natuurlijk heel erg dom als dat zo zou zijn. Oké. Okay. Tot voor kort publiceerde de financiële toezichthouder het Centraal Fonds de zogeheten openbare sectorbeelden van de corporatiesector. Dat weet u, hè? Daar zijn ze mee gestopt. Ligt het voor de hand dat de taak om prestaties van de sector te monitoren en dat uit te dragen verschuift van de Rijksoverheid naar Edis, naar de branchevereniging? Nee. Toch gaat het gebeuren. Dat weet ik niet. Ik weet niet of wij een sectorbeeld gaan publiceren. Wat wij doen is dat wij een benchmark opzetten. Mm-hmm. Corporatie Benchmark Centrum gaat dat doen, hè? En dat doen we omdat we vinden dat er meer op de kosten moet worden gelet. Je werkt niet in een marktomgeving. Dus wij proberen een tool te bouwen. Waardoor corporatiedirecteuren, mensen die bij corporaties werken, huurders, toezichthouders, gewoon kunnen zien. Hoe presteert mijn corporatie ten opzichte van de buurman voor hetzelfde? En wat wij proberen is dat die lui goedkoper, efficiënter en effectiever gaan werken. En niet door allerlei regeltjes te stellen, maar door het gewoon inzichtelijk te maken. Het Centraal Fonds heeft in haar wijsheid gezegd, wij stellen corporatie in perspectief dan bij Edis. Dus wat wij gaan doen is hetzelfde als het Centraal Fonds deed, corporatie in perspectief. Dus die data stellen we op dezelfde manier ter beschikking. Dat is één. Twee, wij willen met die benchmark willen wij wel een tandje dieper gaan. We halen daar de milieuprestaties halen we erbij. We gaan dieper kijken van hoe werkt dat nou? Hoe kan je nou goedkoper werken? Maar als Edis zelf met de corporatie Benchmark Centrum inzicht gaat geven in de gegevens van de sector en de prestaties van de sector, ja, hoe verhoudt zich dat tot de verantwoordelijkheid van de minister? Dat is toch, je zou misschien kunnen zeggen, vreemd. Dat weet ik niet. Er zijn allerlei ministers die gewoon allerlei data ook van private instellingen kunnen gebruiken. En de data zoals ze door het Centraal Fonds werden gepubliceerd, volgens de normen zoals het Centraal Fonds heeft vastgesteld, die data, die publiceren wij op dezelfde manier in dezelfde openbaarheid. Daar gaat Edis dus niet aan zitten frievelen of vroemelen of op een andere manier beschikbaar stellen. Dus transparantie en objectiviteit blijven gegarandeerd? Ja. Helder. Dank. Meneer Groot, aanvullend. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb een paar aanvullende korte vragen. Ten eerste, dat ging over het voorgaande blok nog. Ik ben getekend wat u zei van dat u bij Van der Laan op bezoek kwam. En dat Van der Laan zei, zullen we samen deze sectors gaan aanpakken, hervormen. Daar was ik wel benieuwd naar, dus niet naar de salariscomponent van dat gesprek, maar dat meer de sectorkant. Kunt u daar wat meer beeld en geluid geven wat er toen is gewisseld? Beeld en geluid, nee, ik heb het niet opgenomen, maar ik heb het ook niet allemaal onthouden. Hè. Het is 5 jaar geleden en sommige dingen die zitten in je hoofd als een soort film. Dus die zijn erin gegrift en andere dingen die waaien gewoon weer weg. Van der Laan vond dat het niet goed ging. Er was natuurlijk ook helemaal geen goede verhouding tussen Edis en het ministerie op dat moment. Dus Edis had wel wat minder goede verhoudingen met clubs buiten Edis zelf. Dus
Ik heb daar gezegd, ja, luister eens even. Ik kom uit het openbaar bestuur op dat moment. Ik heb het idee dat de politiek bepaalt toch wat er moet gebeuren. En daar kunnen wij opereren. En ik kom ook uit een omgeving, dat had ik bij het interprovinciaal overleg geleerd, dat je als belangenbehartiger, dat was het IPO toen voor de provincies, je altijd moet verstaan met de politiek en in dit geval met de minister. Dat is je politieke baas. Dus wat we daar in ieder geval wel gewisseld hebben, niet dat wij braaf zouden doen wat hij zei, maar dat we wel ordentelijke gesprekken met elkaar zouden voeren en dat hij zou zeggen, nou, dit is het kader, Tweede Kamer is de baas, die bepaalt dat kader en dat wij dan konden zeggen, nou, het is slim of het is minder slim en dat we normaal met elkaar om zouden gaan. Maar we hebben niet daar op die middag gezegd van, nou, gaan we deze maatregel zo of die maatregel zo. Zover ging dat gesprek niet. Oké, en dan nog over de fit en proper test, die dan nu lijkt te komen. Edes pleitte er lang voor. Toch is hij, en ook Van der Laan wilde dat opnemen in zijn zieningswet. Dan zie je dat minister Donner die er weer uithaalt. Wat vond u ervan? Ja, dat vond ik raar. Kijk, we hadden sowieso al wel ook een beetje gedoe met de VTW. Die was daar niet voor in eerste instantie. En dat zijn de commissarissen, dus daar hebben we veel over gediscussieerd. En wij hadden niet in 2009 al de toezicht met buiten. Ik werd ook overvallen door al die incidenten en al dat gedonder, zou ik maar zeggen. Dus in 2012 was geloof ik toezicht met buiten. Ja, wij hebben strak gepleit voor die fit and proper test. En dan niet alleen maar, wil ik hier ook wel zeggen, op wat ik noemde hard skills. Dus kan jij debit van credit onderscheiden. Maar ook een beetje gevoel krijgen van deugd dat daar wel, hè, in die organisatie. Is daar genoeg tegenspraak? Zit dat goed in elkaar? De soft skills ook. Heeft u dat in de tijd ook Donner laten weten dat het een onafhankelijk, niet zo'n handige zet was? Omdat we uit dat weet ik niet meer. Ik weet niet of we daar officiële brieven over geschreven hebben. We zijn wel heel consistent geweest in die fit and proper test. Ten slotte, we hebben het gehad over het externe toezicht. Edes is anders dan Ulga wellicht. Meer voor een helder en sterk extern toezicht. Maakt het voor u nog iets uit waar dat is gepositioneerd onder het ministerie of in een gebouw ver van het ministerie met een iets wat andere status? Nou, waar het fysiek zit, dat vind ik niet zo interessant. Ik heb het net ook proberen uit te leggen. Wij vinden het belangrijk dat het financiële toezicht gescheiden wordt van het volkshuisvestelijke toezicht. Eén. Dat kan je. En kan dat goed binnen het ministerie vormgegeven worden, denkt u? Twee, wij vinden het belangrijk dat het financiële toezicht opgehangen wordt in een omgeving, laat ik het maar zo zeggen, binnen een wettelijk kader, hè, waarin ze verstand hebben van centen, om het plat te zeggen. En naar mijn mening, en dat heb je ook in interviews kunnen lezen, is dan het ministerie van Binnenlandse Zaken of van Volkshuisvesting of FROM of INM, waar je het ook maar positioneert, niet de eerste aangewezene. Ik zou eerder kiezen voor, en dat heb ik in het vertrouwelijke verhoor ook gezegd, dat dragen wij ook uit, onder het ministerie van Financiën, onder de AFM of onder de Nederlandse Bank. Al die drie hebben hun voor- en hun nadelen. Andere mensen zeggen, ook wijze mensen, ik ga niet zeggen dat ik wijs ben, die zeggen, je kan best wel het volkshuisvestelijke en het financiële toezicht in één gebouw of in één onafhankelijke entiteit doen, als je dat daar maar goed scheidt. Dat vind ik prima, maar het financiële toezicht moet ingebed zijn in een financieel goede omgeving. Het woord is aan mevrouw Hashi. Meneer Kalon, ik wil het met u hebben, zoals u dat noemt, het gedonder in de sector, de incidenten die zich hebben voorgedaan. Waar heeft u zich het meest over verbaasd? Kunt u de vraag specificeren, want ik kan heel veel voorbeelden geven. Maar er zijn aardig wat incidenten geweest in de sector. En als ik u de vraag stel, wat u het meest verbaasd heeft, wat popt er dan bij u op? Nou, Vestia natuurlijk. Ik was totaal met stomheid geslagen dat dat kon gebeuren. Mm-hmm. Dat is één. Maar twee, ik wil u er ook wel meer geven. Ik ben in 2009 is bij een corporatiedirecteur langs gegaan. Die wilde dat ik als voorzitter van Edes advies ging geven aan het Centraal Fonds om saneringssteun te geven. En ik had wat door die boeken heen gekeken. En die man die vraagt mij, wil je dat positief adviseren? Ik zeg, joh, wil je een, ik was nog wel redelijk beleefd. Wilt u een politiek antwoord of wilt u een eerlijk antwoord? Hij wou een eerlijk antwoord. Ik zeg, nou,
dan zou ik adviseren, ga naar je bedrijfsvoering kijken en ga niet mee in die megalomane ideeën van de gemeente hier zo. Dus je gaat negatief adviseren. Je zegt nee, als ik naar buiten rijd, bel ik Jan van der Molen en dan ga ik zeggen dat als jij ooit belt om een sanering, dat je gewoon keihard nee moet zeggen, dat je eerst die tent aan moet pakken. Een derde voorbeeld, waar ik me ook over verbaasd heb, ik was daar echt stom uitgeslagen. Coöperatiedirecteur in Limburg met geloof ik 800 woningen met een salaris van ver boven een ton. Ja, dat vond ik raar. Heeft u ook de afgelopen weken tijdens de verhoren nieuwe feiten gehoord? Ik moet me even excuseren, ik heb niet alle verhoren kunnen volgen. Okay. Ik moet u zeggen, het is voor mij een soort spannende college. Dus ik heb een paar keer gehad dat ik achter de computer ging zitten en het volgde en... Mijn vrouw zei, waar ben je nu? Of Van Edens belde, hallo, wil je eens even reageren op deze brief? Dus het trok me vreselijk. Maar ik heb denk ik maar 30% gezien. Maar van wat u gezien heeft, zijn er nieuwe dingen, nieuwe feiten die u gehoord heeft? Nou, nee. Niet dingen waarvan ik denk, ik kan bewijzen dat het anders is. Er waren ook dingen, heel veel dingen natuurlijk van voor mijn tijd. Ik bedoel, bij meneer Mullenkamp ben ik na een kwartier afgehaakt. Ik denk, dit hou ik niet vol. Vanochtend hadden wij hier de heer Verzeilberg, oud-directeur-bestuurder van Servatius. Ja. En die haalde aan dat hij de aanwijzingen die hij kreeg vanuit het ministerie, dat hij die omlijstte en ophing en zag als bevestiging van zijn maatschappelijk ondernemerschap. Deelt u zijn mening? Hij kent die aanwijzingen niet die hij gehad heeft. Dus daar heb ik geen mening over. Laten we vanuit gaan dat een aanwijzing, als je die krijgt vanuit het ministerie, dat je een duidelijk signaal krijgt van politieke baas. Dan moet je het gewoon doen. Ik weet wel dat ik over Servatius nog een stevig telefoongesprek gevoerd heb met Van der Laan. En waarom weet ik dat? Omdat dat ging over twee kwesties. Maar dit was er één van. Hij vroeg aan me de andere ging over de vesten die uit het stelsel wilde treden, juridische procedure. Hij vroeg mij wat ik daarvan vond. Ik zei, dat vind ik belachelijk, dat moeten we tegenhouden. En volgens Servatius. En hij zei toen, ja, er is wel vrij verkeer van kapitaal en goederen in Europa. Dus langs wetgeving, regelgeving zou het allemaal moeten kunnen. En ik overweeg te gaan schikken. Zei ja, Eberhard, als dat... Hij was ook heel direct tegen mij, dus ook heel direct tegen hem. Ik kon prima met hem overweg. Zei, als dat de redenatie wordt, dan kunnen we beter ons volkshuisvestinggeld in Roemenië in gaan zetten. Want daar zijn de mensen armer en hebben een hoger grensnut van die euro. Dus ik ben er vrij simpel in. Alleen in Nederland en verder niet. Gewoon niet erbuiten. Maar er zijn geen voorbeelden te noemen van aanwijzingen waarvan u zegt van nou, ik sta aan de kant van de corporatie. Ik snap niet dat daar een aanwijzing voor is gegeven. Ik ken één, dat is van een lid van ons. Die, toevallig liep ik gisteren weer tegen die brief aan. Volgens mij is het de SOR in Rotterdam. Die heeft ooit een gebouw gebouwd of gekocht, weet ik het. In ieder geval, dat hebben ze verhuurd aan een woonzorginstelling waar een restaurant in gevestigd is. Er is een langjarig huurcontract. Mm-hmm. Voor dat woonzorg, voor dat restaurant. De risico's in de exploitatie liggen bij het woonzorgcomplex. De coöperatie heeft geen risico. Het ministerie heeft in 2002 of 2003 staan applaudisseren dat dat gebeurde. Want dat was goed hè, voor die ouderhuisvesting. En dan krijgen ze een poos geleden, twee jaar geleden, ik weet niet of het een aanwijzing was, een brief van wilt u dat binnen twee maanden even verkopen? En die lui werden vervolgens boos. En boos, die belt mij. Ik zeg, joh, regel dat zelf. Hè. Ik weet daar niks van. Maar dat ziet u als een voorbeeld waarbij u zegt... Van, die gingen hun archief in en die schreven een brief terug naar het ministerie. Nou, pardon, maar u hebt zelf staan applaudisseren. Het was heel erg goed. En bladibladibla, we hebben ook verder geen risico. En vervolgens kwam er een brief terug. Nou, je moest het dan niet binnen twee maanden verkopen, maar binnen een paar jaar. Nou, als u aan mij vraagt, wat vindt u daarvan? Dus luisteren, de toezichthouder heeft altijd gelijk. Hè? Zo zijn de verhoudingen. Dus als er een aanwijzing komt, moet je het gewoon doen. Maar als u aan mij vraagt, vindt u dat nou verstandig beleid? Nee. Zo is er in Emmen bij domeinen aanwijzen om ook iets te verkopen wat leidt tot gigantisch verlies. En die kwestie ken ik niet helemaal uit mijn hoofd. Dan denk ik, ja. Helder voorbeeld. Wat zijn de gevolgen voor de huurders? Wat betreft die incidenten die er zijn geweest? Ja, het is heel erg simpel. Alle geld wat weggaat, hè, wat verspild is, dat heb ik in het begin ook gezegd, dat is... Het is maatschappelijk bestemd vermogen voor de volkshuisvesting, hè? Voor de sociale volkshuisvesting. En geld dat weg is, kan je dus niet besteden in verbetering van wijken of het lager houden van huren. Zo simpel is het. Door mijn collega's is eerder al het rapport De Balans Verstoord aangehaald. En u haalde zelf
aan in een van uw antwoorden dat de moral hazard, dat staat ook in het rapport Balans Verstoord, weinig aandacht heeft gekregen. Ja. Voor degenen die niet weten wat een moral hazard is, dat is het gedrag van mensen als zij niet direct risico lopen voor hun daden. Even voor de helderheid. Ja. In hoeverre is er nog steeds sprake van dit probleem binnen de corporatiesector? Dat is er zeker nog. En dat is niet alleen binnen de corporatiesector. Dat is overal waar je een systeem bouwt met garantievoorzieningen, die op zich heel erg goed zijn. Hè? Want ik wil hier niet gaan zeggen dat het waardeloos is. Dat leidt ertoe dat je overal in Nederland sociale volkshuisvesting kan doen. Voor mensen met lage inkomens, voor daklozen, tegen een lage huren, dus dat is goed. Maar mensen die lopen te knoeien, die hebben de kans dat ze daarmee wegkomen. Dus jij moet in zo'n systeem inbouwen dat ze gepakt worden door de toezichthouder, door de interne toezichthouder of externe toezichthouder, dat is één. En twee, en daar gaat het hier niet over, maar dat is heel belangrijk, dat ze ook veel effectiever werken. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat er zo'n benchmark komt. Meneer Kolon, terug naar mijn vraag. In uw termen, wordt er nog steeds geknoeid binnen de corporatiesector? Dat kan ik niet uitsluiten. Ik kan niet zeggen dat er geknoeid wordt. Er werken 28.000 mensen in de corporatiesector. Het gaat om 13 miljard per jaar. Mm-hmm. Dus ik kan daar geen nee op zeggen. Maar kunnen we spreken van het topje van de ijsberg wat betreft de incidenten die we gezien hebben? Of kunt u daar ook geen uitspraak over? Nou, die vraag stelde u ook aan andere mensen. Ik heb in het interview gezegd vorig jaar, ik denk dat de ergste boeven er wel uit zijn. Misschien ging dat al te ver, want ik kan niet al die 28.000 mensen beoordelen. Dus dat ging al wat te ver. Mijn beeld is wel dat de zaak heel erg op scherp staat. Zowel directeuren, bestuurders als raden van commissarissen, dat merk ik gewoon. En waarom staan zaken op scherp? Omdat die mensen er natuurlijk allemaal vreselijk van balen dat dit gebeurd is. De overgrote deel van onze leden doet gewoon goed zijn werk. En heeft de pest in dat een paar collega's lopen te knoeien. De heer Erens hebben wij eerder gehoord. En die sprak over, ik noem het maar even, zonnekoningen. Dat was ook de term die de heer Erens gebruikte. En hij gaf aan dat het primaire taak is van de Raad van Commissarissen om daar echt toezicht op te houden. Maar hij noemde ook Edes, dat die daar een rol in zou hebben. Ziet u dat ook? Nou ja, kijk, Edes heeft natuurlijk een rol als het gaat om de governance code, als de salariscode en als het gaat om het benchmark. Maar Edes heeft niet de macht en moet ook niet pretenderen die macht te hebben om alles op te kunnen sporen en te kunnen regelen. En Gerard Edes komt nog uit de tijd van de NWR. Maar zegt u daarmee, want wij zijn natuurlijk ook op zoek naar feiten, maar ook om te kijken van wat speelt er nu en wat is er nodig. Zegt u daarmee dat de maatregelen die nu genomen worden, waaronder door Edes, dat die afdoende zijn of moet er nog het een en ander in wetgeving verankerd worden? Nee. Op dit vlak. Dank u voor deze vraag. Ik denk dat het stelsel op zich redelijk ingenieus is. De positionering van corporaties ook. Dus dat je niet het hele stelsel over de kop moet gooien. Ik denk wel dat je een aantal knoppen in dat stelsel scherper moet stellen. Welke knoppen? Dan begin ik dus fit and proper test voor bestuurders van commissarissen. De codes die wij zelf doen, hè? Dus mensen moeten zich daar gewoon aan houden. PE, examen, permanente educatie, examen. Dus één. Twee, je moet de externe toezichthouder meer power geven. Die moet in kunnen grijpen. Ik heb daar het nodige over gezegd. Maar dan gaan we naar een heel stelselherziening toe. En daar is de politiek tot nog toe niet toe genegen. Wat je sowieso in dit stelsel doet, van sociale volkshuisvesting, maar ook van hypotheekrenteaftrek, maar dan gaan we een niveau hoger. Dat heeft er wel mee te maken dat je heel veel inkomenspolitiek in die woningmarkt propt. En daarmee dus ook inefficiënt geld inzet. Wij hebben in Wonen 4.0, wat we samen met de huurders hebben gemaakt, de Woonbond en de makelaars en de eigenaren hebben gezegd, het zou veel goedkoper zijn en ook effectiever zijn en ook simpeler zijn als je mensen met laag inkomen niet meer in sociale huurwoningen laat wonen en impliciete subsidie geeft via het huis, kans op scheef wonen, maar gewoon direct. En dan maakt het ook niet uit of ze kopen of huren, directe woontoeslag. En hou ook op met die subsidiëring van die koopmarkt. Meneer Kalon, ik moet u onderbreken, want mijn vraag ging over het element van zonnekoningen. En ik begrijp dat u veel meer punten wil aandragen. Maar ik heb ze genoteerd, de drie punten die u mee wil geven.
We hebben het ook de afgelopen weken gehad over het borgingsstelsel en de rol van het Waarborgfonds en het Centraal Fonds. Mijn eerste vraag is, mag een corporatie failliet gaan, naar uw mening? In dit stelsel niet, hè? Omdat we ervoor gekozen hebben, solidariteit. Dit stelsel is gebouwd op onderlinge garanties tussen corporaties. Die staan borg voor elkaar via het Waarborgfonds, de obligoverplichtingen, 3,4 miljard. Dat is de eerste lijn. Twee, als ze wel failliet zouden gaan, worden ze gewoon uitgehaald, gesaneerd via een saneringsheffing. En dat leidt ertoe dat we als corporatiesector, nu ongeveer 90 miljard geleend, ja, in die kapitaalmarkt toch veel goedkoper kunnen lenen. 100 tot 200 basispunten. En dat kan je dus met lagere huren weer aan de huurders teruggeven. Als je ze failliet laat gaan, als je ze failliet zou laten gaan, gebeuren twee dingen. Dan gaan de rentes in het systeem omhoog. Dat betekent hogere huren. En failliet gaan betekent ook gewoon vermogen down the drain, weg. Maar u zegt in dit stelsel, want dat is ook wat u schetst, wat de randvoorwaarden of de consequenties zijn. Maar vindt u dat dit gewijzigd zou moeten worden in het stelsel? Nee. Kunt u dat kort toelichten? Ja, die vraag hebben we ook aan het congres gesteld. Wilt u nog onderling solidair voor elkaar zijn of wilt u naar een marktmodel? Dus we stoppen met die onderlinge garantie, we stoppen ook met die achtervang. Het betekent twee dingen. Het congres heeft toen met 8 of 99% meerderheid gezegd, nee, we willen de solidariteit. In een marktmodel betekent het dat op plekken waar geen markt is, pak Delfzijl, Oude Pekela, Parkstad Limburg, Rotterdam-Zuid, daar gaat niemand investeren. Corporaties doen dingen zonder selectie aan de poort. Iedereen kan een woning krijgen. Dat doet de markt niet. Dus het is überhaupt niet en ik denk dus dat voor de volkshuisvesting, voor de stabiliteit van Nederland en mensen een fatsoenlijke woonomgeving geven, dat dit stelsel, zoals Jan van der Schaar ook zei, redelijk ingenieus is. Maar je kan het verbeteren. Als we kijken naar Vestia, daarvan werd gezegd too big, too veel. En dat het toch ook een systeemrisico is. Mag ik u vragen waarom? Waarom is Vestia daarmee een systeemrisico? Als Vestia failliet gegaan was en... Vergeef me dat ik niet alle getallen direct in mijn hoofd heb, hoor. Als u dat wil weten, kunnen we het allemaal schriftelijk doen. Die hadden voor 23 miljard derivatenposities, 7 miljard vastgoed. Nou, die hele grap had tussen de 4 en de 8 miljard dat gekost. Dan was er dus een saneringstraject gekomen in de corporatiesector. Daar waren corporaties geweest die hadden die heffing niet kunnen betalen. Er was het systeem geïmplodeerd. Mm-hmm. En dat is met de banken. Eigenlijk precies hetzelfde. Of met Griekenland in de EU. Het zijn altijd dezelfde discussies. Dan moet je dus ook die brok risico die je per corporatie toedeelt, die moet je niet oneindig laten zijn. Dat is precies wat het WSW gedaan heeft met haar challenge project. Die heeft dus gezegd, jij kan wel een heel grote corporatie zijn, maar ik accepteer niet dat jij oneindig groot stuk risico op je neemt. Jij krijgt maar zo'n brokje. Als jij valt, dat je niet het systeem meeneemt. Ja, dat is het Waarborgfonds, maar heeft Edis dit probleem ook voor ogen en wat voor maatregelen of welke rol ziet Edis voor zichzelf op dit vlak? Nou, wij waren het helemaal eens met het beleid van het Waarborgfonds. En toen ik daar commissaris was, heb ik daar ook stevig op aangedrongen dat we dat zouden doen. U heeft verder een artikel geschreven, of in ieder geval citaten laten opnemen van uzelf. Het jaarverslag van de Nederlandse Waterschapsbank in 2012. En u stelt daarin dat corporaties tegen wil en dank ondernemer werden en ook flink werden geport door het ministerie en de gemeente. En zo zegt u bijvoorbeeld over de stoomschip Rotterdam, het ministerie heeft erbij staan applaudisseren. En ik citeer, politici die het hardst riepen dat het nooit had mogen gebeuren, schreeuwden het hardst dat corporaties de hoerenpanden bij het Damrak moesten opkopen. En dit had niets met volkshuisvesting te maken en het ging over hoeren, drugs en zwart geld. Mijn eerste vraag is, op wie doelt u? Dat citaat is helemaal juist. Dat ging, ik had een debatje gehad met meneer Van der Laan. En op een gegeven moment was het debat... Meneer Kolom, mijn vraag was, wie doet u? Dat is dus meneer Van der Laan. Nee, die corporatiedirecteuren of die politici. Ik heb er niet specifiek op een persoon. Ik was nogal boos dat iedereen afgaf op dat stoomschip. Maar ondertussen in Amsterdam, ik weet niet hoe dat project heet, dat 020-project. Maar werden die projecten op de wallen opgekocht door leden van ons. En ik heb gewoon die vergelijking gemaakt. Ik zie jongens... Is dat nou een volkshuisvestelijk probleem daar zo? Ja, er is helemaal geen volkshuisvestelijk probleem. Heel even, mijn vraag is gewoon feitelijk. Welke politici bedoelt u daarmee? Of is het gewoon een term die u gebruikt heeft?
Nou, er waren toen Kamerleden en ook ministers. Die vonden het prima dat daar in Amsterdam die projecten werden opgekocht. Ik begrijp dat u geen namen wil noemen. Nee, ik weet niet meer precies wie, wat en waarom. Maar vanuit de Kamer en ook vanuit de regering heeft men daar geen stokje voor gestoken. Vond men dat prima. Moet nou uw mening voortaan voorkomen worden dat corporaties geport worden door gemeenten of door politiek? Landelijk? Nou, zoals ik net al probeerde uit te leggen, is die opgave, die volkshuisvestelijke opgave, is tijd en plaats gebonden. Ik vind dat de landelijke regering gewoon een voetbalveld, een tafel, de grenzen moet stellen, hard, kader. En daar mag je niet buiten komen. En daarbinnen kan je dan op lokaal niveau, democratisch gelegitimeerd zeggen, wat moet hier gebeuren? Daarbij moeten we niet meer bootjes kopen, circussen doen, of zoals ik toen gezegd heb, hoerenpanden opkopen. Dat is geen volkshuisvestelijke taak. En ziet u bij dat laatste, die drie punten die u als voorbeeld aanhaalt, juist een rol voor die bestuurders zelf en hun interne toezichthouders? Moet ik u zo verstaan? Ja, ik kan niet in hun afweging treden daar zo. Die hebben ze gemaakt buiten mij om voor mijn tijd. Dat was in Amsterdam, dus dat kan ik allemaal niet gaan zitten beoordelen. Laat ik mijn vraag dan anders stellen. Want u stelt, politiek, gemeente zal kaders moeten geven, helder daarover moeten zijn. Maar is daarmee dan het probleem opgelost van de ambitieuze bestuurders? Nee, het probleem van de ambitieuze bestuurder los je alleen maar op door tegenmacht te organiseren. Helder. Macht is altijd, moet je altijd tegenmacht organiseren. Ja. En als ik u vraag, wat valt de overheid te verwijten aan wat er fout is gegaan in de sector? Ja, het is een beetje digitaal om te zeggen, die is schuld of die is schuld of die is schuld. We hebben een stelsel gebouwd in de jaren 90 waarvan we allemaal dachten met elkaar, dat is een goed stelsel. En wat vervolgens toch een probleem is, is dat het bouwen en beheren van huizen en wijken, dat is een lange termijn business. Die zet je voor 30, 40, 50 jaar of 80 jaar, zet je die neer. En politiek, ik ben zelf 15 jaar actief geweest in lokale politiek, dat is redelijk volatiel. Je langste zittingsduur is 4 jaar. En als we natuurlijk de laatste 15 jaar kijken, sinds de brutering, daar zijn er ook verschillende dingen geweest. Er zijn prestatievelden toegevoegd. Johan Remkes zei, verkoop 500.000 woningen. Sibylla Dekker zei, er moet meer gebouwd worden. Eberhard van der Laan zei, neem eens even wat onrendabele projecten van projectontwikkelaars over onder de 3,5 ton. Er zijn zelfs brieven overgeschreven en aan de onderkant breed. Dus ja, iedere keer zijn er weer andere doelen. Het meest idiote, sorry voor het woord, was een poosje geleden toen ik op zondagavond tot mijn grote ergernis drie Kamerleden op tv zag zeggen dat Edis een bouwstaking aan het organiseren was en dat we meer moesten bouwen. Nou, met permissie, wij hebben die macht niet als Edis om zoiets te organiseren. Zo zijn we niet. En in diezelfde week verschijnt een interview met een minister die zegt, ze moeten helemaal niet meer bouwen, ze moeten minder bouwen, maar ze bouwen te veel. Twee signalen. Dus in de tijd, en ook op dezelfde tijd. Dus het enige wat ik zou willen vragen is, u bent wijze mensen, u doet veel onderzoek. Laten we nou in de vredesnaam het stelsel wat aanpassen en laten we het dan ook eens 10, 15, 25 jaar zo laten en niet iedere keer veranderen. Ik wil met u verder naar uw rol als lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds. We hebben vorige week de directeur van het Waarborgfonds gesproken, ja. De heer Van der Post. En hij gaf aan dat hij niet op de hoogte was van het feit dat het Waarborgfonds derivatenproducten goedkeurde. En ook de Raad van Commissarissen wist hier niet van. We hebben hier natuurlijk de heren Van Dam en de heer Boot gehad, die een verklaring hebben afgelegd. Was u ervan op de hoogte? Ja, ik heb de beide heren gezien. Ik was niet op de hoogte van die ellende bij Vestia. Ik weet nog goed het eerste moment dat ik daarvan op de hoogte kwam. Maar mijn vraag was, was u op de hoogte van het feit dat het Waarborgfonds derivatenproducten goedkeurde? Nee. En was u op de hoogte van het derivatengebruik in de sector? Ja. En was u van op de hoogte? En wist u dat bepaalde type derivaten een speculatief karakter hadden? Nee. En was u op de hoogte van de liquiditeitsrisico's van bepaalde type derivaten? Nee. Is dat niet vreemd dat dit niet bekend was? Ja. Kunt u dat toelichten? Nou, dat is natuurlijk vreemd. Dus je ziet wat er met Vestia gebeurd is. Dat vond ik redelijk schokkend. Ik werd gebeld door Ronald van der Post ergens in september 2011, dacht ik. Vestia moet een miljard liquiditeit hebben, anders gaan ze woensdag failliet. Ik zei, hoe kan dat nou? En we overwegen tijdelijke liquiditeitssteun. Ja,
Nou ja, ik was echt stom verbaasd. Ja, maar mijn vraag is het niet vreemd dat u verbaasd was? Ja, wij hadden dat moeten weten als Raad van Commissarissen. Dat had gemeld moeten worden in de Raad van Commissarissen. En dat is het niet. Dat klopt, maar aan de andere kant, u was ook voorzitter bij de brancheorganisatie. Ja, maar... Dus ook vanuit die hoedanigheid wist u het niet? U vroeg net, was u bekend met het gebruik van derivaten? Ja, gewoon plain vanilla swaps, dus waarmee je renterisico's afdekt. Mm-hmm. Dat vond het departement, vonden wij ook. Dat is in de lange termijn financiering is dat heel erg goed. Maar ik was niet bekend met al die rare exotische producten. Nee, maar nogmaals, mijn vraag en het punt wat ik ook wil maken is... U bent lid van de Raad van Commissarissen van het Waarborgfonds. Ja. Vanuit die hoedanigheid bent u heel helder. U zegt, dat wisten we niet, dat hadden we moeten weten. Ja. Ik doe daar nog een schepje bovenop. U was ook nog eens actief in de branche. Ja, klopt. Had u dat, vanuit uw positie, die andere pet die u op had, had u dat niet moeten weten? Dat weet ik niet. Ik moet zeggen dat ik niet alle financiële trucjes ken die mogelijk zijn. En daar worden we niet dagelijks over geïnformeerd. Heeft Edis als brancheorganisatie daar nu wel beter zicht op? Nou, Edis heeft niet de kennis en competentie om derivaten heel goed te beoordelen. Toen de derivatenregels werden besproken, hebben wij vooral onze kennis bij het ministerie van Financiën gehaald. We hoeven niet te verengen tot derivaten. Het gaat natuurlijk met name om liquiditeitsrisico's die überhaupt in de sector natuurlijk die zijn er. Op kunnen. En nu te meer, omdat de derivatenregels nu zo strak zijn... Mm-hmm. Dat er geen nieuwe derivaten worden afgesloten, terwijl we wel met bedrijfsfinancieringen zitten. Dus we weten dat om de 5 of 10 jaar leningen moeten worden hergefinancierd. Ja, en ik maak me wel zorgen over renterisico's die daarin zitten. Ja, laat ik mijn vraag anders stellen. Welke lessen heeft Edis getrokken uit dit geval? Edis heeft de les getrokken dat je bij de WSW mensen moet hebben die verstand van centen hebben. Dus ook van dit soort dingen. Die waren er dus niet, begrijp ik uit uw oordeel? Niet toereikend, laat ik het zo zeggen. Er is bij het WSW ook nog wat gebeurd. Hè? De hele structuur is veranderd. U hebt de heer Boot daarover gehoord. Mm-hmm. Scheiding van zaken. Er zijn andere mensen ingekomen. Er zijn mensen weggegaan. En wij vinden dat het financiële toezicht bij financiële deskundigen moet zitten. En in een financieel deskundige omgeving moet zitten. Okay. U haalde zelf net aan de consequenties die het heeft gehad bij het Waarborgfonds. Er is inderdaad door de Raad van Commissarissen, door Ernst & Young, zijn er 2 onderzoeken... Ja. gedaan, 2 rapporten. Ja. En die zijn ook besproken in de vergadering van de Raad van Commissarissen. Ja. En u was daarbij, ja. bij beide vergaderingen, in juni 2012 en in december 2012. Welke rol speelden deze rapporten bij het vertrek van de heer Van der Post? Wij hebben als Raad van Commissarissen op een gegeven moment gezegd dat wij geen vertrouwen meer hadden in de heer Van der Post. Dus dat hij gewoon weg moest. Kunt u toelichten wat de argumenten waren die u aandroeg vanuit de Raad van Commissaris? Ik ken niet meer al die argumenten uit mijn hoofd. We hebben daar heel veel over vergaderd. Dat gold trouwens niet alleen voor de heer Van der Post, dat gold voor meer mensen. Mm-hmm. En dat is ook niet alleen maar in deze vergaderingen. Wij hebben als Raad van Commissarissen, laat ik het zo zeggen, bij het WSW, de touwtjes wat strakker aangetrokken. Ja. Dus Boot heeft dat ook gezegd, is een controle weggegaan. We kwamen erachter door de nieuwe controle dat er wel procedures waren, maar dat niet iedereen zich aan die procedures hield. Wij vonden, en ik vond, het te soft. Mensen die relatiebeheer deden, gingen ook beoordelen. Dat moet je scheiden. We wilden een afdeling bijzonder beheer. We wilden meer professionaliteit. En we wilden, laat ik het zo zeggen, dat er strakker aan de wind gevaren werd. En daar zijn personele consequenties uitgetrokken. Ja, u haalde aan andere mensen. Bedoelt u daarmee ook de heer Rink? Ja. En kunt u aangeven wat de belangrijkste kritiekpunten waren ten aanzien van zijn functioneren? Nee. Waarom niet? Omdat ik dat niet uit mijn hoofd weet. Dat zal allemaal in die stukken staan. Maar ik weet niet meer wat we over die 5 jaar allemaal precies hebben besproken. Wij vonden dat... Nee, ik ga mezelf niet herhalen. Ik heb het net gezegd. Ja, maar is de heer Rink ontslagen vanwege de dingen die er gebeurd zijn? Ik weet niet wat de formele titel geweest is. Daar ging het bestuur over. Maar ik weet wel dat wij in de Raad van Commissaris daar verschillende gesprekken over gehad hebben. En u kunt niet toelichten? Nee, weet ik niet meer uit mijn hoofd. Echt niet meer. Ik weet niet meer wie wat gezegd heeft over wie. Meneer Calon, zo komen we uiteindelijk bij de balans hersteld. Onze commissie begreep dat die nog niet hersteld is, maar dat er een pad naartoe wordt geëffend op het najaarscongres van Edis. Daar wordt dat rapport of notitie met die titel balans hersteld, wordt daar besproken om het ook vast te stellen, neem ik aan.
Ja. In die notitie lezen wij in ieder geval de vraag of de legitimering van de woningcorporatiesector in het geding is. Waarom staat die vraag überhaupt in dat rapport balans gesteld? Omdat uit de balans verstoord bleek en ook uit het proefschrift van Wouter Bekers, man is daarop gepromoveerd, kennen we, dat de corporatie wat losgekomen is van de mensen waar ze het voor doen. Dat zijn de mensen met een platte portemonnee. En die balans moet dus worden hersteld. En voor ons is het zeer de vraag of dat alleen maar door regelgeving kan, beter toezicht, of dat je ook naar een derde laag moet gaan. Of je stakeholders naar binnen moet halen. Mm-hmm. U zult lezen in dat rapport dat wij vinden, dat is een congresbesluit, dat de maatschappij naar binnen gehaald moet worden. De vorm waarin je dat nu doet, dat wordt nu uitgewerkt en daar wordt in het herfstcongres over gesproken. Mijn voorkeur zou zijn een derde laag met bepaalde bevoegdheden van bewoners, huurders. Maar dat is in een vereniging, zijn we aan het discussiëren, wat is het beste, hoe geven we dat voor? Maar die legitimeringskwestie, die vraag, die wordt dan in dit rapport aangeroerd en het najaarscongres aan de orde gesteld. Heeft u de indruk dat dat bij corporaties ook leeft, dat er die vraag ligt? Ja, dat leeft zeker, want wij hebben ook al leden die een maatschappijraad instellen. Er zijn ook leden die naar de coöperatieve vorm overgaan en gewoon een ledenraad instellen. Er zijn ook leden die daar experimenten mee doen, dus dat leeft heel erg. Alleen het is niet zo dat er één monomane matrix is, zo gaan we het doen. Er zijn verschillende oplossingen en mensen zijn aan het zoeken, wat is de beste? In dat rapport, de balans hersteld, daar staat een soort overzicht van wat er op dit moment eigenlijk allemaal ook gebeurt. Hè, op het terrein van legitimering, zoals die wetnormering, topinkomens, die wordt ingebed en toezicht verscherpt, regels voor derivaten veel strakker, de herzieningswet passeert de revue. Als we daar naar kijken, dan valt op dat dat allemaal wet en regelgeving is. Wij hoorden van uw voorganger, meneer Van Leeuwen, de stelling verdedigen dat alles met betrekking tot BBSH, et cetera, wel op 1 A4'tje had gekund. Betekent nu alles wat we in de balans hersteld zien aan wet en regelgeving om te helpen alles beter te maken, dat Edis vanaf nu meer verwacht van die rol van de overheid ten opzichte van het verleden, toen Van Leeuwen er nog zat? Want die heeft het over 1 A4'tje. Plemp het daar maar op en verder. Ja, maar dat zijn verschillende dingen. Stel twee vragen. Zou het op 1 A4'tje kunnen? Het antwoord is nee. De tweede vraag, verwacht u meer van de overheid? Ik verwacht van de overheid dat ze doet waartoe ze op aard is. Namelijk het beleidskader scheppen en ook een toezichthouder organiseren die de toezicht behoudt. Is dat meer? Nee, ik vind dat een normale taak van de overheid. Er staat ook nog in, overigens, dat de woningcorporaties de verbinding met de maatschappij meer moeten versterken dan nu het geval is. Wat staat daarin centraal? Hoe gaat u dat doen? Nou, dat heb ik geprobeerd te zeggen. Dat is dus met je huurders, de mensen waar je het voor doet, maar ook met je stakeholders. En we hebben daar natuurlijk heel veel gedaan. 2010 hebben we gezegd in onze visie, het moet beter. Het is niet aan de individuele corporatiedirecteur om te bepalen wat er moet gebeuren. Het is de gemeente, of de gemeentes, of het regionale democratische orgaan. En dat blijven we steeds pushen. Nou, dat wouden we ook graag in de herzieningswet. Dat kon niet, omdat die niet over gemeentes ging. Nou, dan komt dat in de memorie van toelichting. Prima. Maar wij vinden al heel lang, lokale democratie binnen de landelijke kaders, hè, door u als Kamerleden geschapen, die bepaalt wat er moet gebeuren. Maar op welke manier zijn corporaties dan nu nog in onvoldoende mate verbonden met de maatschappij? Dat corporaties daar een hele slag aan het maken zijn de laatste jaren. Maar dan komen we op een heel ander item en dan wordt het wat filosofisch. We hebben in deze wereld veel instituties georganiseerd. We zien mensen enorm individualiseren en niet meer gebruik maken van grote instituties, maar het zelf willen doen. Ja, ik persoonlijk vind dat wij als corporaties dat moeten proberen te faciliteren binnen de kaders die daarvoor geschapen zijn. Kunt u denken aan plannen als de wooncoöperatie of ouderhuisvesting voor groepen, weet ik het. Straks op dat najaarscongres van Edis, dan komt balans hersteld aan de orde. Verwacht u dan dat de sector vooruit gaat helpen, ook in het voorkomen van grote incidenten? Gaat het dan gebeuren? Nou, ik denk dat wat wij de laatste jaren gedaan hebben, dat de sector al vooruit helpt. Dus de incidenten die we nu zien, de conceptie daarvan is natuurlijk in een verleden in een andere tijd geweest.
Dus ik denk dat de acties die we de laatste 5 jaar ingezet hebben, de kans op incidenten sterk verkleind hebben. En ik denk dat een vorm van de maatschappij ook een formele positie geven in de coöperatie, dat dat daar ook aan mee helpt. Dus wat ik probeer te zeggen, er is niet één recept, even een slimmigheidje om alles op te lossen. Het is een set van factoren die je moet regelen. En hoe groot mogen coöperaties zijn? Too big to fail, 80.000? Ja, maar... Dat is dezelfde vraag als hoe groot mag de Albert Heijn zijn of de Jumbo zijn. Als die 2 keer zo groot worden, gaan mensen ook niet zeggen ze worden 2 keer zo slecht. De vraag die mevrouw Hassie stelt is denk ik heel relevant. Hoeveel risico mag een individuele coöperatie op de entiteit of op het systeem brengen? Dus een coöperatie kan best groot zijn, maar als die weinig risico met zich meebrengt, geen probleem. Dat is 1. En 2. Wat je moet regelen is de verbinding tussen de klanten waar je het voor doet en de omgeving en het bestuur. En dat kan in een grote organisatie en dat kan in een kleine organisatie. Dus ik doe geen uitspraak meer over ze moeten zus of zo groot zijn. Meneer Calon, dank. Ik sluit deze vergadering. Ik dank u wel.